In Zeewolde stond zondag voor het eerst een smaakrad. Tijdens een rondje de hoogte in kon er ook geluncht en gedineerd worden. Ik vind het een heel origineel idee. Gewoon rondjes draaien in het reuzenrad en dan nog heerlijke hapjes tot je beschikking te hebben. Ja, geweldig. Heel leuk. Zo zie je me weer dat in deze tijd van een pandemie toch een mooi idee ontstaan. Om toch nog wat het leukste te kunnen doen, het leukste te organiseren. Dus dat is echt wat op. Het Rad is een initiatief van Puur Zeewolde en Moving Street Food die dit jaar extra uit wilde pakken. We hebben dit jaar ernaar gekeken hoe we zeg maar, onze bewoners ook tegemoet kunnen komen qua evenementen. We hebben natuurlijk al heel lang niks kunnen doen. Ze hebben wel heel veel toeristen et cetera, in het dorp gekregen. Normaal gesproken sluiten het alleen af de zomer met de beachbios. Dat is een dankje zeg maar, naar de dorpsbewoners toe. Daarvan hebben we nu gedacht, we gaan het gewoon uitbreiden, want iedereen heeft al zo lang iets moeten missen. Het Rad is een pilot dit jaar. Bij succes komt het volgend jaar weer terug. Ja, ik vind wel dat mag ze zeker wel herhalen, zeker. En hopen dat er ook dat er wat meer animo voor is. Want ik vind, helaas is het vrij leeg, dat vind ik wel jammer, maar ja, dat is natuurlijk misschien het eerste jaar. Het is natuurlijk de eerste keer en dan zal ik ook zien hoeveel mensen er toch heel erg positief op reageren. Denk ik dat we het zeker bij moeten houden. Het is toch weer iets unieks voor Zeewolde.